Martin Kroeskop, je bent nu de nieuwe voorzitter van muziektheater Zerfhoes. Gefeliciteerd met deze functie. Hoe is dat zo gekomen dat jij daar voorzitter nu van bent? Ja, hoe gaan die dingen? Hè? Ik ben ervoor gevraagd. Ik heb geen enkele achtergrond qua theater of iets dergelijks. Maar men heeft mij benaderd. En daar heb ik even over nagedacht. En ik heb wat gesprekken gehad met het bestuur. En uiteindelijk heb ik gezegd van nou, ik ga het doen. Ik in het jaar wordt het werk neergelegd. Alles draait recht, dus kom ik kom is recht. Maar knecht de koning en de koning knecht. Iedereen op straat doet lekker mal. Ja, dat heb ik al wel gemerkt. Er komt veel op me af. Kijk, een gymnastiekvereniging leiden is leuk en best leuk om te doen. Maar dat is niet zo complex als dit. Je hebt hier met drie groepen te maken. Je hebt classic, musical en de jeugd. En dat geeft alles bij elkaar toch best wel een complexe situatie. Maar gelukkig, we hebben een onderkomende klankkast. En dat is toch altijd wel een bindende factor. Als je als vereniging een clubhuis of iets dergelijks hebt, dat is heel belangrijk. Dus je ziet het met vertrouwen tegemoet? Ja, zeker. We hebben gisteren met twee van de artistieke leiding hebben we gesprekken gehad. En donderdagavond hebben we nog een gesprek met iemand van de artistieke leiding. Gewoon even kennis te maken met elkaar. Even vertellen wie ik ben, even vertellen wie zij zijn. En nou, dat ging helemaal goed gisteravond. Dus ja, ik ben optimistisch. Met je herfst. Met de dood. We zijn niet anders, zijn niet. We zijn hooguit extra. Van welke Adams is op zijn Adams echt uniek? We staan hier voor het theaterhotel, want eigenlijk had afgelopen weekend hier die grote voorstelling, de Adams Family, plaatsgevonden. Hoe gaat dat nu verder met die voorstelling? Ja, we zitten natuurlijk nu in een dipje. We mogen niet zingen. Zoals je weet is zingen een van de dingen die absoluut verboden is. Dus we zijn nu niets aan het doen daar af en toe via Zoom en dergelijke. Met name de jeugd is wel druk bezig via Zoom om wat dingen te doen. En de musical ook. Bij de ouderen ligt dat even wat. Dus classic is toch meestal oudere mensen en daar ligt dat natuurlijk wat moeilijker. Maar goed, Adams Family wordt volgend jaar begin juni, zoals het er nu voor staat. Maar je kunt niet, laten we zeggen dat we september beginnen, van september tot juni alleen met de Adams Family bezig zijn. Dus we zijn bezig met twee andere kleine optredens rond kersttijd en ergens in februari, begin maart. Dus we gaan gewoon door. Ik geloof het ook. En we gaan nog weer veel van Zerfhoes horen. Daar ben ik wel van overtuigd. Heel veel succes met deze nieuwe job. Dankjewel.